Dit filmpje gaat over de tweede leidende vraag van de historische context, het Britse Rijk in de periode van 1585 tot 1900. In het filmpje over de eerste leidende vraag heb je kunnen zien hoe Amerika in de 17e eeuw de belangrijkste Britse kolonie werd en hoe deze kolonie aan het einde van de 18e eeuw uiteindelijk onafhankelijk werd van Groot-Brittannië zelf. Hoewel de focus van deze leidende vraag op de 19e eeuw ligt, begon de Britse bemoeienis met India al in de 17e eeuw. Aan het begin van die eeuw werd de Britse East India Company opgericht met als doel het stichten van factorijen in India ten behoeve van de handel. Vanuit deze versterkte handelsposten handelde de East India Company op vergelijkbare wijze als de Nederlandse VOC dat in Indonesië deed met de lokale Indiase Mogolvorsten in specerijen en andere exotische producten. Naarmate de positie van deze lokale vorsten verzwakte, kregen de Britten in India de kans het gebied nog directer te gaan besturen en hun eigen macht uit te breiden. Het verlies aan macht van de Mogolvorsten ging dan ook gepaard met een evenredige machtsuitbreiding van de Britse EIC en het verdrag van Allahabad uit 1765 markeert deze ontwikkeling duidelijk. Dat verdrag gaf de Engelsen onder andere het recht om belasting te innen in grote delen van India en daarmee ontstond er pas echt een Brits Rijk in dat land. Het innen van deze belastingen was namelijk al snel een belangrijke bron van inkomsten voor de East India Company, wiens macht zich al snel uitstrekte over het grootste deel van India. Hoewel de Britten over het algemeen afwijzend stonden tegenover de Indiase gebruiken en gewoonten, werd hun gezag over het algemeen redelijk gemakkelijk geaccepteerd door de Indiase bevolking. Toch kwam het in 1857 tot een opstand die in Groot-Brittannië bekend staat als de Indian Mutiny en die begon onder de soldaten in het Brits-Indisch leger. Deze opstand werd door de Britten met harde hand onderdrukt en leidde ertoe dat India voortaan onder direct bestuur van de Britse kroon werd geplaatst, in plaats van dat het runnen van de kolonie werd toevertrouwd aan de handelscompagnie die de East India Company feitelijk was. Koningin Victoria van Groot-Brittannië werd vanaf dat moment keizerin van India en het land werd op bestuurlijk gebied veel sterker aan het Britse thuisland gebonden. Met name in de 19e eeuw werden in India grote winsten gemaakt met de teelt van handelsgewassen op de plantages. De katoenteelt leverde op die manier bijvoorbeeld de grondstof voor de Britse textielindustrie die in deze periode veel katoenen stoffen maakte. India diende vervolgens zelf weer als afzetgebied voor de producten die in Groot-Brittannië gemaakt werden. Ook hier is katoen weer het belangrijkste voorbeeld omdat de Indiase bevolking al snel in Britse katoentjes liep. Dit was overigens zeer nadelig voor de lokale Indiase huisnijverheid. De huiswerkers die in India zelf katoenen stoffen produceerden, konden niet opboksen tegen de grootschalige Britse productiecapaciteit op dit gebied en kregen dus te maken met veel concurrentie. De winsten die in de Indiase kolonie werden gemaakt, versterkten het Britse Rijk en de Britse controle over dit gebied, leverden het moederland bovendien een zekere mate van aanzien en internationale macht op. Het moderne imperialisme dat in deze tijd opkwam is hier duidelijk in te herkennen en dat geldt ook voor de manier waarop de Britten hun bemoeienis met de kolonie in de 19e eeuw op allerlei manieren intensiveerden. Zij bouwden bijvoorbeeld aan de fysieke infrastructuur van India door zaken als spoorwegen en telegraafkabels aan te leggen. Dergelijke infrastructuur maakte het voor de Britten gemakkelijker het grote Indiase gebied te controleren en direct te besturen en datzelfde geldt voor de aanleg van het Suezkanaal in Noord-Afrika. Door de aanleg van dit kanaal werd het nu mogelijk om vanuit Europa vanaf de Middellandse Zee door het Suezkanaal naar de Rode Zee te varen en daarmee werd de lange tocht om Afrika heen overbodig.
Dit zorgde ervoor dat de reis naar Azië voor de Britten veel korter werd, wat intensievere bemoeienis met het gebied mogelijk maakte. De Britten bouwden echter niet alleen aan de fysieke infrastructuur van hun rijk. Je zou ook kunnen zeggen dat zij een zekere mate van culturele infrastructuur opbouwden. Vanuit het idee dat hun eigen beschaving en cultuur superieur waren, zorgden de Britten er namelijk voor dat in India hun Engelse taal werd gesproken, er een Engels rechtssysteem kwam en er onderwijs op Engelse leest werd ingevoerd. De Indiërs kregen dus te maken met een Britse cultuur waarnaar zij zich moesten voegen en die als beter gezien werd dan hun eigen inheemse cultuur. Mede als gevolg van hun nieuwe scholing kwamen hoger opgeleide Indiërs tot het idee dat zij graag meer inspraak wilden in hun eigen land. Zij richtten daartoe in 1885 het zogenaamde Indian National Congress op, met als doelstelling het streven naar gelijke kansen voor Indiërs in het bestuur in India. De Britten zagen echter weinig in deze ontwikkeling en gaven hier niet aan toe. Zij meenden dat de wereld naar hun eigen model beschaafd moest worden en dat daarin geen ruimte was voor lokale initiatieven. Ze zagen het als hun taak om de wereld naar Brits model te beschaven.